Welkom terug, dit is High 5 Video. En weet je wat? Ik vind het wel weer tijd voor een nieuwe Efteling video. Waarom niet? En deze video over de Efteling wordt een bijzondere. We presenteren je namelijk 5 Easter eggs. Dus ga lekker zitten, neem wat te drinken en te snacken, want we gaan beginnen. Nummer 5. Spuitende ganzen. Dat hoor je goed. Voor de nummer 5 van deze video gaan we richting de ganzenhoedster. Dat is een sprookje over een prinses die wordt bedrogen door haar dienstmeid. Ze krijgt de taak om de ganzen te hoeden. En over die ganzen wil ik het even met je hebben. Want als je één van de spuitmonden dicht houdt, spuit de andere gans 2 keer zover. Nummer 4. Vreemde gezichten in de Vliegende Hollander. Iedereen die de Efteling bezoekt kent natuurlijk de Vliegende Hollander. Dit is trouwens niet de eerste attractie met de naam Vliegende Hollander in de Efteling. In 1951 werd de speeltuin uitgebreid met een 8-persoons schommel. Een zogeheten Flying Dutchman. Tot zover dit stukje geschiedenis. Terug naar de Easter eggs. Want in de Vliegende Hollander kun je in de eerste wachtruimte gezichten op de muur vinden. Spooky. Nummer 3. Een geheim in Symbolica, Paleis der Fantasie. Symbolica werd in de zomer van 2017 geopend vanwege het 65-jarig bestaan van de Efteling. Op een van de boekenplanken in het observatorium van de attractie liggen meerdere boeken met de titel De Legendes van Knoet. Dit is een verwijzing naar Henny Knoet. Hij is de bedenker van Pardoes. En Pardoes speelt nogal de hoofdrol in deze attractie. Nummer 2. Onzichtbare kabouters bij de sprekende papegaai. De naprater is het 8e sprookje in het Sprookjesbos. Hij staat er al een tijdje, als het goed is al sinds 1952. En wist je dat er een ritselend geluid te horen is bij de sprekende papegaai? Tegenover de papegaai in het groen is heel zacht een geheim ritselend geluid te horen. Het klinkt een beetje als loslopende kabouters. Op een rustige dag maar eens checken. Misschien dat je dan kunt horen. En nummer 1. Vingerstellen in Carnaval Festival. Wie is er niet groot mee geworden? Carnaval Festival. De attractie werd geopend in 1984 en was de allereerste dark ride van de Efteling. Easter egg. In Carnaval Festival hebben alle poppen 4 vingers. Tenminste, op eentje na dan. In het gedeelte Frankrijk-Parijs staat 1 pop met 5 vingers. De reden achter deze extra vinger is mij volledig onbekend. Mocht jij er meer over weten, meld het vooral in de comments. Bedankt voor het kijken naar High 5 Video. Wil je meer video's? Abonneer je op ons kanaal. Kunnen we meer video's produceren. Stay safe en tot snel.